Mooie muziek, hè, die van Haydn. Vind je prachtig, niet? Prachtig. Die kon wat, die man. Ja, hij kon heel veel. Ja, jij ook, want jij hebt de muziek gemaakt voor een opera. En jij bent Calliope Tsoupaki. Een muziek gemaakt voor een opera die heet Marieke. En het is bijzondere muziek, daar gaan we straks naar luisteren. En over de noten die je geschreven hebt, wil ik van alles weten. Maar ga eerst met Hanna Hoekstra praten, want die is namelijk Marieke in de gelijknamige opera. En tot verrassing van velen en misschien teleurstelling van sommigen, zing je niet. Dat denk ik. Maar je praat alleen. Nou, ik denk niet dat dat een teleurstelling is, hoor. Ik kan het niet zo goed. Ik denk dat het goed, heel goed is dat ik niet zing in deze opera. Nou, er zijn wel meer mensen in opera die niet zo goed kunnen zingen en toch erg beroemd te worden. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar laten we even Marieke profileren. Wie is Marieke? Dat is zo lastig. Om een rol te profileren, wie is Marieke? Ze is een heel naïef jong meisje. Kan je er denk ik niet kwalijk nemen dat ze naïef is. Groeit op bij haar oom. En haar oom stuurt haar op pad om boodschappen te doen. Ze komt terecht bij haar tante. Daardoor wordt ze verstoten. Dan komt ze de duivel tegen en gaat ze 7 jaar met de duivel op reis. Dat gaat me iets te snel. Wat doet die duivel waardoor zij 7 jaar met die engert op stap wil? De duivel leert haar de 7 vrije kunsten. Zij wil van de duivel de 7 vrije kunsten leren. En dan geeft ze haar liefde aan hem, zegt ze. Goed, hoe het afloopt daarover straks meer. Ja. Nu naar de muziek. Jij bent Griekse van oorsprong. Ja. Maar goed, je woont al lang in Nederland en je schrijft Nederlandse muziek, zou je kunnen zeggen. Maar laten we even kijken om ons een oordeel te vormen naar een fragmentje uit de opera. Eerst even het verhaal voor jou als Griekse. Opgegroeid misschien met Griekse mythe. En dan kom je ook zo'n meisje uit Nijmegen tegen. Hoe moet dat in jouw hoofd hebben gespeeld? Ja, ik heb in ieder geval de religieuze factor van die opera heb ik uit mijn hoofd gezet. En ik heb de menselijke factor. Daar heb ik me laten inspireren. Van een meisje die gepassioneerd is. Die de kunsten wil leren. En die alles over heeft. Tenminste, zo heb ik het begrepen en zo heb ik het uitgevoerd. Maar dat is ook toch heel universeel, of dat nou Grieks is of Nederlands, of toch? Dat is, volgens mij is dat iets grenzeloos, een verhaal over iemand die nieuwsgierig is en iets wil leren. Ja, maar het verhaal is best is heel erg ingebed in de Nederlandse cultuur. Ja, precies. Dus je moet het eigenlijk uithalen. Dat heb je gedaan, heel goed. Hopelijk. Kijk, je kunt 2 dingen doen. Je kunt het als een moraalgeschiedenis benaderen. Ja. Wat is de boodschap? Ja. En gewoon, wat jij blijkbaar hebt gedaan, het spannende verhaal begeleiden met noten die ertoe doen. Ja, precies. Het spannende verhaal, het sprookje. Het feit dat er is een jonge vrouw die alles wil leren, die alles over heeft. Gaat met de duivel, kan haar schelen, spannend. Hm. Leuke man, kan mooi zingen. Waarom niet? Zo gaat dat. Maar goed, we zijn al snel in de hel, ja. Uiteindelijk wel. Jij zingt niet, maar daar staat tegenover dat je wel die volledig oude teksten, oud-Nederlandse teksten. Want ik kan me herinneren van school dat ik daar 3 regels uit mijn hoofd moest leren, was ik al weken weg. Maar dit was een hele opera moest je leren. Ja, dit was een verschrikking. En ik was op vakantie en toen kreeg ik een mailtje van een regieassistent. Oh ja, je weet toch wel dat bij de opera op repetitie 1 iedereen met gekende tekst komt en dus het stuk kent en de tekst kent. En toen dacht ik, oké, dat ken ik niet, maar dat wil ik best wel doen. En toen zei hij, ja, in het oud-Nederlands. Toen heb ik dus als een idioot met 3 weken met een stemcoach in mijn oor die alles had uitgesproken de tekst zitten leren, maar dat was wel pittig, ja. Je kijkt er niet bij alsof je dat graag nog een keer zou doen. Nee, nee. Kun je iets voordoen, zodat we een beetje een voorstelling hebben van hoe jij dan met dat verhaal omgaat? Ja, hoor. Dit is een heel mooi stukje waarin Marieke is eigenlijk een soort ode aan de retorica. En heeft Calliope ook hele mooie soort opzwepende muziek ondergeschreven. En daarin zegt ze bijvoorbeeld: Tvi donkonstige die de konst van der hand plant. Te dierkozen stel ik de regel van voren. Door donkonstige gaat die konsten verloren. En wat ze daar eigenlijk mee zegt is: weg met de onbekwame die de kunst niet moet. Voor die mensen zeg ik, door de onbekwame gaat de kunst verloren. Ja. Dat is haar pijn. De pijn van
Marieke, ja, dus de pijn dat de kunst verloren gaat. Ja, ja, en dat zij niet begrepen wordt. Terwijl dat zij zo'n fantastische retorica-betoog daar afsteekt. Heet dat zo in het Nederlands? Ja, ja, ja. Ja, dat zij daar toch in een kroeg zit en mensen snappen helemaal niks wat ze zegt. En ze is best boos. We zagen net een kort fragmentje met muziek van jou erbij. Ja. Dat gaan we straks ook horen. Hoe is het om op zo'n oer-Nederlandse, oud-Nederlandse tekst muziek te schrijven die daarbij past en tegelijkertijd eigentijds is en ook weer toch een beetje klinkt, want ik heb het vanmiddag gehoord, ja, als oude muziek. Hoe doe je dat? Ja, dat is nou iets dat ik deed voor Marieke. Ik bedoel, ik heb altijd als ik Grieks en mijn melodische oriëntatie in de muziek, dan heb ik altijd liefde voor de middeleeuwse muziek gehad. En altijd de magische naam Kees Boeken bij de uitvoeringen die de meest inspirerend vond. Ja, ja, Kees Boeken die zit hierbij, ja, die gaat zich spelen en iets uitleggen. Dus ik ben gewoon daarmee opgevoed hier in Nederland met de inspiratie. En liefde voor oude muziek. En dat heb ik dus. Ik heb een idioom ontwikkeld, een muzikale idioom, dus muzikale taal. Mm-hmm. En bij mijn muziek, soms klinken dingen oud als oud muziek, als middeleeuws muziek, als. Geen enkele noot is echt oude muziek. Het is allemaal nieuw en gek geschreven. Alleen maar het klinkt alsof. En mijn liefde daarvoor heb ik dus in dienst van die opera gezet. Je liefde voor die oude muziek? Voor die oude muziek, ja. Want hoe doe je dat? Heb je het verhaal eerst helemaal in je hoofd? En dan ga je de overturen schrijven en daarna de aria's en dan de recitatieven? Ja, ja, het is wel zo gegaan. Ik heb het verhaal gelezen. Ik hou van oud-Nederlands. Het is niet de eerste keer dat ik oud-Nederlands in muziek zet. Vervolgens heb ik mij over de libretto heb ik heel veel gelezen. Over de spanningsboog van de hele opera nagedacht. En toen begon ik met de overturen. En dan vervolgens de rest gecomponeerd. Ja. Is het voor jou moeilijk om als actrice tussen allemaal muzici te staan? Dat is toch een apart slecht mens, laten we wel zijn. Ja, laten we wel zijn. Ik kijk dan niet bijzonder naar Mike, maar toch. Nee, maar voor mij is het eigenlijk heel interessant, omdat zij zo secuur met die partituur omgaan. Dan is muziek, ik zou maar zeggen, zanger zijn, zo, ineens zoiets anders dan acteur zijn. En voor mijn gevoel lag dat eigenlijk dichter bij elkaar. En die kloof was eigenlijk groter. Dat ik een andere benadering heb tot de stof die ik behandel of die ik meeneem in een stuk dan een muzikant. Maar ik heb daar wel veel van geleerd. Dus de secuurheid en de precisie waarmee zij die noten behandelen, dat krijg ik daarvan ook een beetje met die oud-Nederlandse tekst. Ja. En ik denk wel dat Calliope muziek heeft geschreven die kloof weer heel erg dicht op het toneel. Ik heb niet het gevoel dat het op het toneel nog steeds twee werelden zijn. Dus dat ik als actrice een beetje plat sla bij een zanger. Nee. We gaan even naar Kees Boeken, want die kan iets vertellen over de instrumenten die er gebruikt worden om die muziek tot uitvoering te brengen. Kees is zelf oude muziek specialist van alle tijden en speelt ook een alt fluit, blokfluit alt. Maar naast jou en daarnaast zitten instrumenten die ik nog nooit eerder gezien heb. Kun je er iets over vertellen? Ja, toen Calliope vroeg om middeleeuwse instrumenten te gaan gebruiken, heb ik deze twee medewerksters gevonden die ook multi-instrumentalisten zijn. Ze spelen ook allebei blokfluit. Claire speelt ook het organetto, het portatieve orgel. Ze speelt hier een middeleeuwse harp, een gotische harp. Het is een instrument wat gebruikt werd vanaf zeg maar ongeveer 1400. De voorganger van de gotische harp is wat we dan de Romaanse harp noemen. Die is kleiner, heeft meer een driehoekige vorm. En daarnaast draailier, hoor je zegt zit een draailier. De draailier is een zeer exotisch instrument. Daar bestaan al beelden van in kapitelen van kerken, van kathedralen uit de 11e eeuw. De karakteristiek is dat het is een snaarinstrument wat niet met een strijkstok wordt behandeld, maar met een wiel wat ingesmeerd is met hars, wat de snaren aandrijft. Dat wil zeggen, het kan een eindeloos geluid produceren. Je hoeft niet van strijkstok te wisselen. Moeten zij nu nog stemmen voordat jij gaat spelen? Zijn jullie gestemd? Are you in tune? Ja. Ja? Nee, het is goed. Okay. Wat gaan jullie spelen uit de opera, Kees? Wij spelen de belangrijke een fragment uit de verleidingsscène, waar Moene dus Marieke verleidt. Dat is de laatste scène van de eerste acte van de opera.
Dus de zanger is de duivel. De zanger is de duivel, Moenen. Juist. We zijn benieuwd. Grammatica e geometrie, aritmatica e alchemie. Noi trauen lete op irne so arm, als ik Saudi mit rechter Brot.